Welkom bij een nieuwe vlog van Maureen Dutoit Food & Fit. En vandaag ga ik op bezoek bij een heel bijzonder persoon. Het is een oude collega en een oude vriend van mij. Ik ga langs bij mijn oude smaakpolitie-collega Rob Geus. Rob is zeker iemand die zich bezighoudt met food en fit. Het is een soort duizendpoot. Hij is altijd met ik weet niet hoeveel dingen tegelijk bezig. En daarom dacht ik het wordt tijd om weer eens eventjes bij te kletsen. Dus bij deze. Ik ben er. En volgens mij is Rob er ook al. Ja hoor, daar staat hij. Is dit je huisje, Rob? Huisje, ja. Wat is het keurig schoon. Maar ja, je kan ook niet anders verwachten hè, van een smaakpolitie-inspecteur. Hoi, lieverd. Hey, hoe is het? Hartstikke goed. Wat fijn dat ik even langs mocht komen. Ja, kom lekker binnen. Zeg. Mogen we alles zien? Of? Nou, alles. Alles. Mogen we alles zien? Ja, alles. De koelkast, de plintjes, alles. De doekjes met de duizenden bacteriën. Hallo. Hallo. Hi, ik ben Maureen. Hi, Suzanne. Hi. Hi. Nou Rob, ik ben in jouw domein. We zijn in de keuken van de smaakpolitie. Nou, keurmeester, nou, hoe lang doe je eigenlijk smaakpolitie nu? Ik ben begonnen in 2002. Ja. Dus ja. Met wie ben je ook weer begonnen? Ja, wij samen, hè? Ja. Zo begon het, hè? Wat waren we toen nog bleu? Ja, jij deed alle presentatiewerk en ik ging op locatie een beetje rommelen. Ik weet nog, zij en onze smaakpolitie Rob Geus is weer op pad. Ja. En kijken bij, en dat was natuurlijk een Italiaans of een Chinees of een Grieks restaurant waar mensen weer geen mondkapjes droegen en. Of haarnetjes was het geloof ik. Ja. En dan lieten we het onderzoeken in een laboratorium. En dan zaten er overmatig veel huidschilfers. Nou, het is een heel vies verhaal. Ik zal jullie het besparen. Maar dat heb ik een paar jaar gedaan. Op een gegeven moment kreeg ik het zo druk met Hart van Nederland. Ben ik gestopt. Maar jij bent gewoon lekker doorgestampt. Ja, uiteindelijk heb ik het programma naar mezelf toe kunnen trekken. En, nou, dat is wel een understatement. Het is je bent gewoon Mr. Spaakpolitie. En toen zijn er wat andere programma's uit ontstaan. En dat doen we nog steeds. Ja, weet je, ik kan natuurlijk wel gaan kijken hoe jouw keuken erbij staat. Ik ga zo in je koelkast. Ja. Je hebt nu nog de tijd om te zeggen, nee, niet in mijn koelkast. Ja? Ja, mag hoor. Mag. Oh. Ja, ik heb geen ruimte. Jongens, dames en heren, de koelkast van Rob Geus. Ja. Ja, ik vind het wel, dat moet ik wel zeggen, teleurstellend. Mm-hmm. Waarom zijn deze niet gewoon netjes gelabeld? Wanneer is deze witlof gewassen? Die worden daar gesneden. Oh, okay. Die gaan eten. En de rubbertjes, hè? En de rubbertjes, laat ik niet vergeten. Ik zeg een 10 plus. Een 10 met de griffel. Voor Rob Geus. Ziet er goed uit. Ja, het is een top. Lekker. Ook dat vind ik weer belangrijk. Een restaurant ook, maar. Gewoon goede koffie. Je krijgt te weinig goede koffie. Ja, ben ik helemaal met je eens. Als je een cappuccino bestelt en je betaalt daar 2,5 euro voor, dan mag je een goede cappuccino verwachten. Ja. Nou, en als je dan vervolgens, als de ober aan tafel komt en je schuim krijgt is al vertrokken, dan denk ik ja. Wat vind je van die cappuccino's van mensen die dan met sojamelk dingen opschuimen en dat soort. Dus niet met echte melk. Zeg maar cappuccino, maar niet met echte melk. Ja. Wat vind jij daarvan? Ja, iedereen is daar vrij om naar een keuze te maken. Ja, ik zeg gewoon, een cappuccino moet gewoon eigenlijk met een volle melk bereid worden. Een mooie schuimkraag. En heel de temperatuur is heel belangrijk aan de koffie. Je ziet heel vaak dat de temperatuur te hoog is in een restaurant. Waardoor de schuimkraag in de problemen komt. En, precies. Nou ja, en, als iemand, en dan neem je een slokje en dan brand je je bek. Hoef je eigenlijk niet meer. Hoe is suiker erin? Nee, ik drink hem. Zwart, maar dat klinkt helemaal maar zonder suiker. Ja, zwart met witte schuim. Zwarte cappuccino. Ja. Oké, mag ik even, ik ga mijn jas uitdoen en dan ga ik lekker zitten. Yes? Ja, prima. We gaan voor het diepte interview met Rob Geus. Robbie. Yes. Allebei in blauw hadden we afgesproken. Ja, vertel eens eventjes. Mensen zien jou heel vaak op televisie, smaakpolitie, mensen die in paniek zijn in het buitenland met hun vakantie en zo. Maar waar ben je allemaal mee bezig? Vertel. Ja, heel veel dingen eigenlijk. Ik heb nu net weer smaakpolitie afgerond. Er komen nu nog twee uitzendingen vanuit het buitenland. Ik ben naar Oostenrijk geweest om te kijken hoe daar de hygiëne is. Nou, leuke televisie kan ik je al een beetje vertellen. Ja, heel leuk. Dat zeggen de kijkcijfers ook. Dus, na de smaakpolitie. Ik ben nu bezig met mijn nieuw programma. Dat is Smerige Zaken. Ja. Daar ben ik vorig jaar mee gestart. En dat is eigenlijk een programma om grote problemen aan de kaak te stellen. Op het gebied van hygiëne. We hebben bijvoorbeeld een ziekenhuis vorig jaar een nieuwe gein ontmaskerd. Waar het op de hartafdeling helemaal verkeerd ging. Maar ook grote speelparadijzen. Eigenlijk nemen we alles mee wat op ons pad komt. Ik ben eigenlijk continu bezig met nieuwe programma's. En
ja, die vrijheid heb ik nu van SBS gekregen en ja, die benut ik. En als je nou niet bezig bent met televisie, wat doe je allemaal daarbuiten? Want ik zag je voorbij komen op, want we zijn natuurlijk Facebook vrienden, iets met schoonmaakmiddelen was je bezig? Ja, ik heb mijn eigen schoonmaaklijn, dat is XG2. Daar ben ik een jaar mee ontwikkeld en nou, je zal zeggen, ja, dan komt er weer iemand, een bekende Nederlander, met een product. We hebben er al zoveel. Ja, we hebben Patty Bart met sexy correctie. Jij komt gewoon met schoonmaakmiddelen. Ja. Nou, nu hebben wij een product op de markt gebracht voor een brede doelgroep. Lage prijs en goede kwaliteit. En nou ja, daar ben ik trots op. We hebben 19 producten. En we kunnen eigenlijk de huisvrouw van A tot Z bedienen. En, ja. De huisman, hè? Huisman ook. Huisman ook, ja. Ja, die mogen ook een beetje actief worden. Wat ik ook nog wil weten, want het is natuurlijk Maureen du Toit Food & Fit. Ja. Waar let jij specifiek op voor jezelf met gezond eten? Ja, nou ja, kijk, gelukkig heb ik een vrouwtje die lekker gevarieerd kookt voor me. Ja, behalve vis. Ja, dat probeert ze wel eens, maar dat lukt nog niet helemaal. Nee, maar ik vind het wel heel belangrijk dat je gevarieerd eet. En we zijn er alle twee wel mee bezig om niet sowieso te vet te eten. Nee. We hebben wel zoiets, je moet af en toe ook wel kunnen genieten. Ja. En af en toe moet je ook wel eens eventjes daar buiten gaan opereren. Ja, maar dat precies. Moet je niet te vaak doen. Nee, precies. Het moet geen gewoonte worden. Nee, dan geniet je er ook meer van. Nee. En ja, beweging. Ik sport nog steeds. 2 keer in de week probeer ik dan. Wat voor sport doe je? Een beetje fitness. We fietsen heel veel. Lopen vinden we fijn. En, ja. Maar ik probeer ook zeker die dinsdagavond elke keer met mijn maatjes te gaan sporten. Wat heb je allemaal? Eindelijk sport de kast. Ja, eindelijk. Met de schoonmaaklijn voorop. Oh, oké. Okay. En dit is die X. Dat is een XG2. Waar staat het eigenlijk voor? Weet jij dat? Of weet ik. Weet nou, jij dat? Geus 2. Ja, zit tippen. Ja, Geus 2. Maar weet je, Geus 2. Ja, maar ik wilde eigenlijk RG. Ja. Daar ben ik heel eerlijk in. En dat zijn mijn woorden, hè? Rob Geus. Ja. Ja. Maar je hebt ook HG. Ja. Dat ligt allemaal heel erg gevoelig. Ja. Dus we denken juridisch. Ja. Moeten we hem toch een beetje afkaarten. En kijk, dit is hem geworden. Wauw. Heel bescheiden ben ik zelf aanwezig met een klein verhaaltje op de fles. Mm-hmm. En we hebben 19 producten. Hè? Dus dat is nogal wat, hè. Met wie werk je samen met deze Jumbo, daar heb ik wel wat mee. Omdat ja. Ik vind Jumbo is een brede doelgroep. Ja. Past heel goed bij de kijkers van het programma. Zeker. En omdat ik dit laag wilde aanprijzen, vond ik het een mooie combinatie. Ja. Dus in alle grote Jumbo's van Nederland is het te krijgen. En online sowieso, overal. Te gek, hé. Hey, en welke wordt nou het meest verkocht? Weet je dat al? Nou ja, kijk, welke is het meest populair? De ontvetter en de aanslagreiniger. Ja. Dat is natuurlijk voor schimmeltjes en dingetjes in de badkamer. Ja. Ja. Maar de ontvetter natuurlijk voor de keukens. Ja, dan kan je zelfs je fornuizen, je afzagkap. En je hebt ze wel allemaal zelf uitgeprobeerd, hè? Ja, zeker. Okay. We hebben natuurlijk als een gek gaan testen. Ja, ik moet ook zeggen, het is hier ook wel spotless. Dat is wel wat me opvalt. Dat na al die jaren... Zo lang kennen we elkaar al. Ja. Dat hoe druk je ook bent, dat je altijd wel zorgt voor ontspanning en gewoon leuke dingen. Ja, maar dat is ook belangrijk, toch? Ja, kijk, maar niet iedereen kan dat. Ik bedoel... Nee, dat is ook zomaar. Kijk, we genieten wel het leven. Ja, wacht even Rob, want jouw vrouw ging nog even iets heel aardigs over jou zeggen. Dat moeten we even op beeld hebben. Wat zei je ook alweer? Ik zei, omdat hij er zo goed uitziet. Ja. Dat komt natuurlijk ook omdat hij goede voeding tot zich neemt. Ja. En dan de goede kraampjes. Oh, ja, ze hebben eigenlijk een cosmetica-lijn. Nee. Vertel, ik ben dol op dat soort dingen. Wat voor cosmetica-lijn heb je? Een natuurlijke lijn, allemaal natuurlijke ingrediënten. En hoe heet het? Ozai Cosmetics. Heb je daar toevallig een potje of een dingetje of een crèmetje van, wat ik kan zien? Ja. Want, ik blijf een vrouw, dus ik ben altijd gek op alles wat maar enigszins op cosmetica lijkt. Ja, maar vooral als het natuurlijke producten zijn en dat soort dingen. Kijk. Ze zijn er, de producten. Wat is dit? Even kijken. Zek Body Specials, die zijn voor jou. Ozek, neem me niet kwalijk. Waarvoor zijn ze zo goed? Of waarvoor zijn ze zo bijzonder? Want natuurlijk zijn ze goed, want ze zijn voor jou. Maar wat is nou bijzonder aan deze producten? De ingrediënten. Er zitten black quinoa in. Dat is heel goed voor je huid. Paarse orchidee zitten in. Dat is ook heel goed voor je huid. En waarom heb ik voor dit gekozen? Omdat toen ik ermee begon, kwam eigenlijk de gezonde voeding waren de mensen heel erg mee bezig. En ook quinoa, dat was een beetje in opkomst, dat het in eten voorkwam. Ja. En maar ik wilde het graag in een kraampje. Ja. En toen zijn we gaan zitten en dat ging. En de orchidee, dat is mijn lievelingsbloem. En die kon je ook verwerken in een kraampje. Dus, en ik heb een wat... getinte huid, is het ook goed voor mijn huid bijvoorbeeld?
Ja, heel goed. Het is ook voor de getinte huid. En waarom heb ik daarvoor gekozen? Omdat tegenwoordig leven we toch een multiculti. Ja. En de mensen moeten heel vaak kiezen van wat kunnen we gebruiken voor onze huid. Ja. Dus het is beter om op alle huidjes in te spelen. Dan dat je allemaal ja, zo'n blokjes hebt van voor deze huid kan je dit gebruiken, voor die huid dat. Ja. Wordt voor de mensen veel te moeilijk. Je moet een beetje breder denken. Ja. En dan kan je ook een beetje daarop inspelen. En dat heb ik gedaan. Je kan het echt voor alle huidtypes gebruiken. Weet je wat we doen? Als we nou de eerste 5 mensen die zeg maar lid worden van mijn YouTube kanaal. Die zich abonneren op mijn YouTube kanaal. Mm-hmm. Die moeten even naar mij een mailtje sturen. Naar morine12foodandfit.nl. Nou, dat kan je op de site zien. En die maken kans op een van jouw producten. Ja, is dat leuk. Ja? Dus je maakt kans op een anti-age dagcreme. Een anti-age nachtcreme of natuurlijk een hydraterende oogcreme, dat is altijd heel fijn. Dus de eerste 5 mensen die mij even een mailtje sturen en zeggen dat ze interesse hebben, die maken kans daarop. Is dat een goeie? Helemaal goed. Oké, nou dankjewel. Nou, dames en heren, ik hoef niet meer langs de huishoudbeurs, want ik heb mijn producten binnen. Kijk eens eventjes, ik heb de mooie schoonmaakmiddelen van Rob en de mooie schoonheidsproducten van Suzanne. Dankjewel, dankjewel. Rob, heb je nog een paar mooie laatste woorden voor de mensen thuis? Nou, ik hoop dat we elkaar binnenkort weer zien. Want? Ik ben met een groot project bezig, daar kan ik nog niet heel veel over vertellen. Maar ik denk dat het wel doorgaat, ja? Dat weten we binnen een aantal weken. Mm-hmm. Ja, dan ga ik denk in mei met iets heel leuks komen. Dus iets groots in mm-hmm. Nederland. Een mooi sociaal, ja, vernieuwend project. En we hopen dat, dat er een go komt. En dat wil ik heel graag delen met jullie allemaal. Dit voelt als een echte cliffhanger. Je gaat niks meer... Heeft het te maken met voeding? Mag je dat wel vragen? Ja, zeker. Voeding wordt daar zeker in meegenomen. Absoluut. Ja. En nog veel meer aspecten. Maar helaas kan ik daar niet te veel over vertellen. Weet je wat? Bel mij. Je hebt mijn nummer zodra het zover is. En dan kom ik je heel graag weer lastig vallen. Gezellig. En ik zou zeggen tegen iedereen... Hou Rob Geus in de gaten, jongens. Ja, en als je nu maar loopt, neem gewoon een flesje mee. Daar word je vrolijk van. Hartstikke bedankt, Rob. Tot de volgende vlog. Doeg. Dag.